Ik ken Kees al heel erg lang. Kees was een hele goede voetballer. Iemand die het spelletje zag. Ik heb in het eerste van Willem II gevoetbald. Ik was niet zozeer een technische voetballer. Ik moest hebben van mijn goal die ik maakte. Mijn vader heeft de diagnose Alzheimer gekregen. En ik zie hem gewoon eigenlijk elke dag een beetje veranderen. Mijn vader blijft het liefst thuis. Alleen wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk prikkels aan hem te geven. Want hoe meer prikkels hij krijgt, langer het proces duurt eer dat hij nog meer gaat vergeten. Ik ga met mijn zoon één keer in de twee weken naar de good old memories. Die voetbalmemories vindt hij echt fantastisch. En er wordt gewoon geknuffeld bij binnenkomst. Er zitten heel veel mensen bij die hebben vroeger of bij Willem II gevoetbald. En die praten daar lekker over voetbal, over vroeger. Mijn vader leeft dan helemaal op. Ik probeer zo nu en dan een keer binnen te lopen en de mensen te ontmoeten. Ik denk dat het een fantastisch initiatief is geweest om voetbalmemories te introduceren. Mensen die dement zijn uit hun isolement halen. Ze prikkelen eigenlijk toch de hersenen door terug te gaan in de herinneringen. Heel erg trots. Ta-da-da, Willem II. Hey! Hier bij Willem II voel ik me heel erg sterk. Ik blijf in mijn hart Willem II spelen, ja. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.